6 fantastische natuurlijke remedies met avocado. 6 fantastische natuurlijke remedies met avocado. Zowel het vruchtvlees van avocado als de buitenkant bevatten een grote hoeveelheid essentiële vetzuren. Dankzij deze bestanddelen kan je ontelbare natuurlijke remedies maken met deze vrucht. Heb al gehoord dat je fantastische natuurlijke remedies met avocado kan maken? Avocado is een voedingsmiddel dat oorspronkelijk uit Centraal-Amerika komt. Al eeuwenlang wordt hij gewaardeerd omwille van zijn veelvuldige voedzame en cosmetische eigenschappen. Het vruchtvlees van deze vrucht is groen en heeft een zachte romige textuur. Bovendien vormt hij voor miljoenen mensen ter wereld een regelmatig onderdeel van hun dagelijkse voeding. Omdat het ook antioxidanten, vezels en onontbeerlijke vetzuren bevat, is het tegenwoordig ook een van de beste ingrediënten van een gezond dieet. Avocado geeft niet alleen een lekkere smaak aan vele recepten. Het is ook geweldig voor de gezondheid van het hart en de bloedvaten, voor je cognitieve functies en voor een goede werking van het metabolisme. Maar wat nog het beste aspect is, is dat je echt van elk deel van de avocado kan profiteren. Dit kan je vooral doen door het te gebruiken om natuurlijke remedies te maken. Je moet het zeker eens uitproberen. Avocado in 6 natuurlijke remedies. 1. Natuurlijke remedies met avocado tegen roos. De pit van een avocado bezit schimmelwerende eigenschappen. Je kan het dus gebruiken om de schimmel te bestrijden die roos veroorzaakt. Breng het aan op de huidhoofd. Dit zal helpen om de zuurgraad onder controle te houden. Na verloop van tijd zal het ook de bloedcirculatie verbeteren. Het gevolg hiervan is dat je haar gezonder zal groeien. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 2 gemalen avocado pit. 1 2 kop wonderolé, 100 g. Hoe maak je dit middeltje klaar? Laat de avocado pit drogen. Maal het dan tot je een fijne poeder hebt. Meng het met de wonderolé. Doe het daarna in een luchtdichte pot. Hoe gebruik je het? Wrijf de remedie in op de volledige hoofdhuid. Laat het dan een uur inwerken. Spoel het daarna uit met warm water. Herhaal deze behandeling minstens 2 keer per week. 2. Natuurlijke remedies met avocado om cholesterol te bestrijden. Avocado bevat antioxidanten, vitamine E en omega-3 vetzuren. Daarom is het een geweldige manier om een verhoogd slecht cholesterol, LDL, onder controle te houden. Je kan deze vrucht zo eten. Maar je kan zijn positieve effecten nog vergroten door het te combineren met andere gezonde ingrediënten. Wat heb je hiervoor nodig? 1 rijpe avocado, 1 kop kokosmelk, 250 ml. Hoe maak je het klaar? Verwijder het vruchtvlees uit de rijpe avocado. Meng het daarna in de blender samen met de kokosmelk. Zorg ervoor dat het resultaat een romig mengsel is zonder stukjes. Hoe gebruik je dit middeltje? Drink het 2 tot 3 keer per week bij het ontbijt. 3. Natuurlijke remedies met avocado om het lichaam te ontgiften. Zoals we al vermeld hebben, zitten avocado's vol antioxidanten. Die werken geweldig goed om gifstoffen te verwijderen die zich vastzetten in de weefsels van het lichaam. Welke ingrediënten heb je voor deze remedie nodig?
1 rijpe avocado, het sap van 1 citroen, 1 2 kop water. Hoe maak je dit middeltje klaar? Doe het vruchtvlees, het citroensap en het water samen in de blender. Mix het nu tot het goed gemengd is. Zodra het klaar is mag je het direct opdrinken. Hoe gebruik je deze remedie? Drink dit drankje 30 minuten voor je ontbijt. Doe dit gedurende 2 weken. 4. Natuurlijke remedies met avocado tegen diarree. De pit van avocado is een uitstekend middel tegen diarree en andere kwalen die hiermee verband houden. De grote hoeveelheid natuurlijke vezels en mineralen zorgen voor een goede vertering. Tegelijkertijd voorzien ze het lichaam van de nodige voedingsstoffen die het als gevolg van dit probleem is kwijtgeraakt. Welke ingrediënten heb je nodig? 2 eetlepels gemalen avocadopit, 1 kop water, 250 ml, 1 theelepel honing, 7,5 g. Om eventueel wat smaak toe te voegen, hoe maak je het klaar? Rooster de avocadopit in de oven. Daarna mouw je het tot poeder. Neem dan 2 eetlepels van dit poeder. Doe het in de kop water. Daarna kun je het zoeten met de honing. Hoe gebruik je het? Drink een kop van dit mengseltje, maximaal 2 dagen na elkaar. 5. Natuurlijke remedies met avocado om droge en gebarsten lippen te verzorgen. Avocado's bezitten hydraterende en herstellende eigenschappen. Ze kunnen dan ook helpen om de gevoelige huid van de lippen te voeden en te beschermen tegen barsten. Hun vitaminen en mineralen zullen er ook voor zorgen dat de ontwikkeling van infecties tegengehouden wordt. Na verloop van tijd zal dit bovendien een extra vochtige laag op de lippen achterlaten. Welke ingrediënten heb je voor dit middeltje nodig? 1 eetlepel vruchtvlees van avocado, 15 g, 1 theelepel kokosolie, 5 g. Hoe maak je het klaar? Plet het vruchtvlees. Meng het daarna met de kokosolie tot je een romige balsem hebt. Hoe breng je de balsem aan? Wrijf het mengseltje op je lippen. Laat het dan gedurende 20 minuten inwerken. Spoel het daarna af. Herhaal deze behandeling 2 keer per week. 6. Natuurlijke remedies met avocado voor psoriasis. Avocado is een van de beste natuurlijke oplossingen om huidproblemen te behandelen. Want je kan het gebruiken om de symptomen te verlichten. Dankzij zijn hydraterende eigenschappen vermindert het extreme droogheid. Bovendien houdt het irritatie en roodheid onder controle. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 2 rijpe avocado, 1 eetlepel rozenolie, 15 g. Hoe maak je dit middeltje klaar? Plet het vruchtvlees van de avocado. Meng het daarna met de rozenolie. Hoe gebruik je het? Neem een goede hoeveelheid van deze crème. Wrijf het dan op de geïrriteerde plaatsen van je huid. Laat het nu gedurende 20 minuten inwerken. Daarna spoel je het af. Gebruik het 1 keer per dag. Wist je dat avocado al deze voordelen biedt? Nu ken je dus een aantal manieren om deze vrucht ten voordele van je gezondheid te gebruiken. Tijd om het uit te proberen.